De Leeuweninnestoren staat in de stijgers. Er wordt uitgebreid gerenoveerd aan het meest opvallende deel van de skyline van Deventer. Veel Deventenaren hebben een bijzondere band met de Leeuweninnestoren. Eens in de twee weken komt iemand met zo'n band aan het woord. Deze keer Roel Smit, bayadier. Hij speelt al 38 jaar in de Leeuweninnestoren. Momenteel speelt hij 3 keer per week een uur, namelijk op donderdagavond en op vrijdag en zaterdagmiddag. Wie denkt dat Roel alleen maar klassieke muziek speelt, heeft het mis. Ik speel ook popmuziek en ik speel ook evergreens en ik speel folklore. En ik probeer gewoon zo breed mogelijk mijn repertoire te kiezen, zodat er altijd wel iets voor iemand is wat hij mooi vindt. De Bijaard is gerenoveerd in 2009. Het klavier, de klokken en de overbrenging ertussen zijn allemaal aangepast. En dat vindt Roel een flinke verbetering. Het was een vervelend beest om op te spelen. En het klonk niet zo heel goed, al heel lang niet meer. En nu zijn de klokken naar hun oude plek teruggegaan. Dus weer in 5 van de 8 vensters van de 8-kantige lantaarn. De mechaniek is nu verbeterd, is lichter. De klepels zijn verzwaard en uit een beter materiaal. En dat betekent gewoon, en de klokken hangen hoger. Dat betekent dat de uitklinkmogelijkheden veel verder zijn. Ik hoor van mensen nu van, goh, ik kan het carillon nou horen, hier hoorde ik hem vroeger nooit. En de toon is robuuster en ronder geworden. Carillon heeft ballen gekregen, zou je kunnen zeggen. Mijn band met de Leeuweninnestoren, dat heb ik het beste gemerkt toen ik niet hoefde te komen om te spelen. En dat heeft zowat een jaar geduurd. Ik heb januari 2009 voor het laatst gespeeld. En in december mocht ik er weer op. Eigenlijk niet. Maar nou ja, vooruit dan maar, want je bent niet meer te houden, zei ze. Dus toen kon ik er weer op. En in dat jaar daartussen, van februari tot november, had ik een soort, leeg gevoel van, Dit kan niet moeten wezen. Ik moet er zo gauw mogelijk weer op die Bijaard. En ik ben heel blij dat ik er nu weer ben, 3 keer in de week.